Ja, over het algemeen is FC Groningen voor PSV wel een prettig medicijn om katers mee weg te spoelen. Want de laatste 6 wedstrijden in de Eredivisie werden allemaal door PSV gewonnen. Daarbij moet wel aangetekend worden dat van die laatste 6 wedstrijden dat er van Groningen werd gewonnen, het 4 keer, maar met een verschil was van 1 doelpunt. En dat geeft dan alweer aan dat Groningen een lastige tegenstander is. Een lastig te kloppen tegenstander. Lastig om echt afstand van te nemen gedurende de wedstrijd. Gakpo schieten. Oh! Wat een schitterende goal. Vroeg, heel vroeg. Mooi, heel mooi. Vindt er maar eens een antwoord op. Wat hij kan, wat hij doet, wat hij hier etaleert. Gooit zelf in, krijgt de bal terug. Dan naar binnen en dan de draai van Twierik. En dan is hij gezien. Met de rug naar de bal toe, met de rug naar de man toe. En dan is hij hem kwijt. Matusiwa, Joosten, Gudmundsson met de overlap aan de linkerkant. Joosten bedient hem niet. In eerste instantie, nu wel in instantie 2. Ah, voorgegeven. Oh, een donder. Helemaal vrij. En dan staat het zomaar ineens. Pardoes. 1-1 in de 15e minuut. Gudmundsson aan de linkerkant aangespeeld. En kijk naar Nkongen. En kijk naar Max. Kijkt hem. En ja, heeft iets van, kom jij maar lekker aan de binnenkant. Nou gaat die bal natuurlijk ook wel met enige fortuin voor FC Groningen. En met enige pech voor PSV. Komt hij daar zomaar via Sangaré. Maar Max had hem in de gaten. Maar liet hem lopen. En dus staat Bonke helemaal vrij. Al iets te ver voor zich uitgespeeld, maar als je snelheid hebt, zoals Gudmundsson, dan kom je daarmee weg. Gudmundsson doorgelopen, Joosten moet hem bedienen. Gudmundsson de leeuw in het midden, Gonge komt erbij en daar is een Gonge met zijn tweede treffer. Het staat in de 18e minuut, 1-2, twee keer een Gonge. En weer is het een hoofdrol ook voor Gudmundsson. Joosten lijkt hem daar niet te zien, maar dan toch wel. En dan heeft Drommel de pech dat die bal via hem voor de schietgrage voeten van Ngonge komt. Niet sterk gekiept, dat niet ook gezegd. En dan staat de ploeg van Buis ineens met 2-1 voor. Oh, Leeuwenburg. Gaat daar de fout in? Geen overtreding, Soeslof. Er zal in Zeist naar gekeken worden door Joey Kooi. Even wachten met ingooien. Want Kusebuk is ook zijn zaak niet helemaal zeker. Het uitverdedigen was niet geweldig. Hier Leeuwenburg. Man in de dekking aangespeeld. En dan is daar Soeslof die probeert nog het foutje te herstellen. En dan raakt hij toch zijn tegenstander, Sangaré, toch vrij fors. Speelt Soeslof de bal of louter de tegenstander? Komt hij aan de bal? Dat is de vraag op dat moment. Maar het is slechts een ingooi. Ramaljo en een eigen doelpunt. Elan Kouli. Hij viert natuurlijk het feest. Want het staat 2-2. Maar of hij hem ook op zijn naam zou krijgen, dat waag ik te betwijfelen. Want Elan Kouli kwam als laatste aan de bal. Gakpo. Zahavi rechts. Madueke, daar gaat de bal ook naartoe. Overtreding toch? Nee, zegt Kusebuk. Staat er vlakbij, ik zie niks. En dan kan Groningen eruit. En dan zijn ze gevaarlijk met Nkongo. Elan Kouli mee aan de rechterkant. De Leeuw in het midden. Dit is Nkongo, de man van de twee treffers tot nu toe. En krijgt hier de vrije trap mee. En bij PSV worden ze dit heet. Want aan de andere kant was er toch de overtreding op Madueke, zo vindt iedereen bij PSV. Een Gonge en die bal wordt nog even aangeraakt onderweg. En wel door Groningen. En Ramaljo! Nu maakt hij hem dan wel op het moment dat extra tijd erop zit. Nog één keer die corner. En dan is het Ramaljo met de 3-2. Vertessen, dit is Van Ginkel. En Leeuwenburg ook nu weer een moeizame redding. Maar ook nu weer geldt een redding. Gakpo
Vertessen laat lopen, dat is prima. Zahavi! De 4-2. En dat is een fraaie treffer. Maar die niet doorgaat, want het is buitenspel. Wij kunnen dat alvast even gaan bekijken. Want dit is hier geen buitenspel. Het is... Hij raakt hem niet aan, denk ik. Ik denk niet dat hij hem raakt. En dan is het geen buitenspel voor Zahavi. En dan is het dus 4-2. Het is een goal. Ja, Vitesse raakte de bal niet. Prima gespeeld. Mooi, de 16 meter in. En dan geeft hij nog het laatste tikje. En dan wordt hij zeker aangeraakt. Dat zeker. Strand Larsen aan de andere kant. En El Nassaoui met wat ruimte. Hier El Hankouri. Daar is Meijer. De voorzet eruit gehaald door deze. Nou, gefluit geldt met name dus de buurt. Want was een overtreding op Gakpo. Hier de 16 in. Ja, de bal was al gespeeld. Het ingeleiden zorgt ervoor dat Gakpo erbij neergaat. Maar het is aan Guzibu. Wat gaan we doen? Het is een corner. Dus geen strafschop. Oei, goed doorgelopen. Meijer strak voor en gerommel. Maar Strand Larsen krijgt hem naar het gerommel niet binnen. De actie van El Hankouri. Meijer die die bal voorgeeft. En daar valt die bal bijna gunstig voor Strand Larsen. Soeslof. Soeslof en een goede redding van Drommel. Prima gekiept. Bal Soeslof voorbij aan Matusiwa. Vertessen, dit is buitenspel. Bruma gaat wel, Bruma maakt wel af, maar de vlag gaat de lucht in. En dit is wel buitenspel. Geen 5-2 goal afgekeurd. Ramaljo levert dan toch zomaar spontaan in. Kostema. Met Saoudi. Terug richting Postema. Postema uit de draai. Daar stond Drommel op het verkeerde been. Bruma. Gretig om alsnog die treffer te maken. Die hem werd ontnomen. Oh, dat is wel een aardige goal. De Eindhovenaren kloppen Groningen met liefst 5-2.